Zonder de binnenrotten rijden nu de treinen door de spoortunnel. Maar in de middeleeuwen stroomde hier het riviertje de Rotte. 800 jaar geleden overstroomde het land regelmatig met water uit de Maas. Met het aanleggen van dijken hield men het water tegen, zodat de landbouwgrond veilig bewerkt kon worden. Rond het jaar 1270 werd besloten een dam in de Rotte aan te leggen. Hier, op de kruising Hoogstraat-Binnenrotte, ontstond dus onze stad Rotterdam. Het bouwplan van de Willemspoortunnel ging dwars door de dam in de Rotte en opende als een ritssluiting het Rotterdam uit de middeleeuwen. Bij het graven van de tunnel hebben de Rotterdamse archeologen ontzettend veel ontdekt over het begin van de stad. Ze vonden huizen, een houten sluis, bootjes, gereedschap, een oude klomp en nog veel meer.